Ja, nou, dat wordt dan het boek van Singer. Nobelprijswinnaar. En die heeft één monumentaal boek geschreven, de familie Muscat. Dat is een familie-epos. Dat gaat vanaf de eind 16e eeuw. Jodenvervolging in Polen, door heel Oost-Europa. Een heel familie-epos. Wat zich gaandeweg door de eeuwen heen verspreidt. Wat families in New York. En het is een hartverscheurend epos. En het is prachtig beschreven. En ik heb dat op een vakantie tot me genomen. Daar heb je echt een vakantie voor nodig om dat helemaal door te nemen. Maar dan krijg je ook wat. Dat is psychologie, dat is historie, Europese historie. En een heel vrolijk inkijkje in het Joodse familieleven. Nou, dat zijn drie combinaties die leiden tot diepe ontroering. Laat ik het daar maar ophouden. Dat is ook een boek, als je het gelezen hebt, dat heeft zo'n impact. Het blijft je bij. Maar je hebt maar één doel in je leven, is, als het op leven aankomt, ik wil dit herlezen. Maar omdat je het weet dat het zo'n klus is, het is 1000 pagina's, en je wordt helemaal meegesleept, en er komen er 80.000, 90.000 namen in voor, die moet je allemaal uit elkaar houden, Joodse namen. Maar ooit zal ik het herlezen. Maar als je door alle boeken week een historie heen mij vraagt, wat welk boek doet er nou toe? Wat kan de actuele situatie van de wereld een beetje trefzeker beschrijven? Hoef je helemaal niet na te denken, moet je dat boek lezen. En dan kan je een paar honderd jaar andere boeken ongelezen laten.